Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn er nu, achter het scherm, bij alweer de 34e avond van Palmbakjes. Het gaat supersnel, we zijn al over de helft van dit jaar weer. Maar het leukste is natuurlijk niet geweest, want vanavond treedt Good Luck op samen met Boris Smit. Wij gaan ze interviewen en we gaan even alle kleedjes af om te kijken hoe de sfeer is bij de mensen. What do you think of the city, Breda? I think it's beautiful for the past 2 days we've been here. And of course, we couldn't have asked for better weather in Holland, I think. But I know good weather and amazing audience has been very special for us. Hoe vind je dan om samen te werken met zulke artiesten? Ja, superleuk. Het zijn ontzettend lieve mensen, ontzettend getalenteerd. Ja, kom op. En we hebben een hele super, hele te gekke plaat samen, Be Yourself. Die het heel goed doet op de radio en televisie. Ja, daarom dat we deze week er gebruik van maken om Good Luck voor te stellen aan Nederland. Samen met mij. Lekker in het zonnetje zitten. Nou, we hebben wel een voordeel hier. Nou, ja, dus vorige week zaten wij onder een boom en die vogels hadden ons flink te pakken. Dus daarom zijn we nu proberen niet onder de boom te gaan zitten. Dit is interessante tv. Hier hebben we wat aan. Ja, maar gelukkig gebeurt het nu niet. Volgens mij ben jij jarig vandaag, of niet? Ja, dat klopt. Gefeliciteerd. Dankjewel. En nu ben je het hier met iedereen om laten vieren. Ja, dat klopt. Allemaal vrienden om me heen. En we gaan gezellig taart eten en zo. Dus, ja. Je hebt ze allemaal uitgenodigd of hebben ze jou meegenomen vandaag? Ze hebben mij meegenomen. En ze hebben de boom versierd en dit op mijn hoofd gezet en taart voor me gebakken. Dus superleuk. Gezellige sfeer, ook mensen. Lekker weer vandaag. Verschillende podiums, je kunt van alles doen. Het is wel een leuk sfeertje hier. Ik hoor dat je wel echt een ervaren bezoeker bent, of niet? Ja, ik kom hier ook uit de buurt, dus ik kom regelmatig hier, ja. En de voorbereiding, je hebt gewoon je eigen tapje heb je allemaal bij je. Wat doe je onder meer aan voorbereiding als je gaat? Meestal gewoon zelf bier meenemen en als het op is, dan gaan we hier een paar palmpjes halen. Hè. Daar is palmparkjes voor, hè. En er zijn chips erbij je? Zeker. Kleedjes zijn gewassen? Deze, die... Ja, last midden nog gevonden, dus. Oh. Jullie staan hier lekker gewoon wat te eten en te drinken op het Palmparkjes Festival? Ja. En jullie hebben niet de behoefte om lekker ergens een kleedje te gaan pakken en te gaan zitten? Nee. Nee, we blijven hier lekker even staan. Ook lekker. Ja. En komt hij wel eens vaker naar Palmparkjes? Dit is pas de eerste keer van mij. Komt uit de buurt? Ja. Wie heb je allemaal meegenomen? Ik ben hier met Sophie, Fabienne, Suki en Janneke. Ja? Waar ken je die allemaal van? Ik. Hun ken ik van school, ja. Haar ken ik nog van heel vroeger. En haar, ja, hoe ken ik jou? Van haar? Nee, dat is niet waar. Nee, ik ken haar van haar. Wat maakt het nou zo gezellig? Het bier. Ja, sowieso. Ja, dat is wel op. Het bier is het pluspunt, absoluut. Je hebt daar flink wat op, of niet? Nee. En wat vindt u van de muziek? Nou, ik vind nu even wat minder. Ik dacht namelijk dat vanavond de Handsome Poet zou komen. Die komen later. Komen volgende week. Dan moet je volgende week terug. Ja, dus dan kom ik volgende week terug. Just be yourself! Breda Nu. Je weet het meteen.